Ja, teleurstellend dat je hier met 3-0 verliest. Omdat ik denk dat het niet per se nodig was. Maar goed, ja, op het einde van de wedstrijd bij 3-0 hebben we niks te vertellen. En dan kan het ook nog uitlopen. Maar ja, ik vind niet dat het nodig was. Qua balbezit geflatteerde overwinning van FC Eindhoven. Qua kansen een terechte overwinning van FC Eindhoven. Ja, misschien wel. Ja, goed, ik kijk ook naar ons spel in de eerste helft met name. Nou, dan denk ik dat de eerste grote kans van de wedstrijd is voor ons. En ik denk dat wij misschien wel op voorsprong moeten komen. Ja, en daarna zie je dat, mede ook door het systeem van Eindhoven en ook hoe wij dat tegen spelen, dat het een hele open wedstrijd wordt. En ja, daarin hebben wij denk ik te veel weggegeven achterin. En dat reken ik mezelf en mijn collega-verdedigers ook al aan. Maar ook voorin te weinig gecreëerd als ploeg zijnde. Want ook daar hadden wij de ruimte, omdat Eindhoven natuurlijk ook redelijk aanvallend speelde. Ja, en dan vind ik dat we uiteindelijk te weinig gedaan hebben met het balbezit wat je zegt dat we hebben gehad in de wedstrijd. Het was de nummer 10 tegen de nummer 11. Twee ploegen die eigenlijk moeten winnen om een klein beetje aan te haken, om naar boven te kunnen kijken. Ja, jullie moeten even een stapje terug doen. FC Eindhoven kruipt over jullie heen. Ja, goed, maar Eindhoven staat nu uiteindelijk ook maar 2 punten boven ons. Dus het staat allemaal redelijk dicht bij elkaar daar. Uiteindelijk is de doelstelling voor ons play-offs. En ik denk dat er genoeg ploegen in de buurt zijn waar we bij kunnen aanhaken als we weer 3 punten pakken voor een wedstrijd. Hoe haal jij het in je hoofd om met deze steenkou met van die korte mouwjes te gaan voetballen? Nou, ik speel altijd met korte mouwen. Ik heb geleerd dat het koud is, moet je maar wat harder lopen. Krijg je vanzelf warm.